OKT, matrix en aanwijsplekken. Drie termen die je naast oliebol en top 2000 veel gaat horen tussen kerst en oud en nieuw. Heeft alles te maken met de Olympische Spelen en met het feit dat we eigenlijk te veel goede schaatsers hebben. Die mogen niet allemaal naar Peking. En dus zijn er de matrix, het Olympisch kwalificatietoernooi en de aanwijsplekken. Die drie dingen zorgen uiteindelijk voor een lijst van 9 schaatsers en 9 schaatsters die in februari gaan strijden om Olympisch goud. En geloof me, het is echt veel minder ingewikkeld dan het lijkt, maar ja, je gaat het pas zien als je het door hebt. Ik snap het gewoon niet. Ik snap er niks van. De hele procedure werkt voor de mannen hetzelfde als voor de vrouwen, maar we nemen in deze video de vrouwen als voorbeeld. Er zijn op de meeste afstanden 3 startbewijzen gereserveerd voor Nederlanders. Behalve op de langste afstand, voor vrouwen dus de 5 kilometer, en de massastart. Daarop zijn 2 plekken beschikbaar. In totaal dus 19 startbewijzen. Dan zou je ook denken, dan sturen we 19 schaatsters. Maar dat is niet zo. Daar zit namelijk een max aan van 9. En die 9 schaatsters moeten dus eigenlijk worden uitgesmeerd over die 19 startplekken. Oftewel, op meerdere afstanden uitkomen. Wie die schaatsters zijn, wordt voor een groot deel bepaald tijdens het Olympisch kwalificatietoernooi. En aan de hand van kansberekening. Want dat is het uitgangspunt van de matrix. Op welke afstanden maken Nederlandse schaatsers het meeste kans op Olympisch goud? Om die hele kansberekening te doen, wordt er gekeken naar de uitslagen van afgelopen seizoenen. Bijvoorbeeld, hoe vaak stond een Nederlandse vrouw bij de 5000 meter op het podium? Het antwoord? Heel vaak. En daarom staat die afstand ook op de eerste plek in de matrix. En aan de hand van die hele kansberekening en met nog wat input van de coaches is deze lijst ontstaan. Dit zijn 15 startbewijzen in een selectievolgorde. Die met de grootste kans op goud bovenaan en die met de kleinste kans onderaan. En het zijn er 15 dus, niet 19. Dat is omdat de ploegenachtervolging en 1 plek voor de massastart niet wordt meegenomen in de matrix. Maar geen zorgen, komen we zo nog wel op terug. In de lijst staat net als op plek 3 ook op plek 4 de 3000 meter. Want uit al die uitslagen van afgelopen seizoenen blijkt dat Nederlanders het daar best wel goed op doen. En dus is de kans op goud voor de tweede Nederlandse op de 3000 meter groter dan de kans op Olympisch goud van de eerste Nederlandse op de 500 meter. En voor de duidelijkheid, de volgorde van de lijst bij de mannen is natuurlijk anders dan die bij de vrouwen. Ik snap helemaal geen reet meer van. Terug naar de lijst. Die wordt gevuld door deze mensen, de deelnemers aan het OKT, maar dan nu met fictieve namen. En zo zie je dat als Joelle het eerste wordt op de 3000 meter, haar naam achter de eerste 3000 meter op de matrix wordt gezet. Jalou wordt tweede, dus komt bij de tweede 3000 meter. En Fatma, die derde wordt, je snapt hem. En zo wordt de hele lijst tijdens het OKT gevuld. Behalve de plek van de massastart, want die wordt niet verreden tijdens het toernooi. En uiteindelijk krijg je dan dus dit. Aan die 15 startbewijzen waarvoor gestreden wordt op het OKT, is nu stuk voor stuk een naam gekoppeld. Maar let op, dat betekent niet dat al die mensen ook naar de Olympische Spelen gaan. Want die lijst die wordt nu gevuld door 12 vrouwen. En ik zei al, er mogen er maar 9 gaan. En dus wordt er simpelweg gekeken naar de eerste 9 namen op de lijst. Unieke namen. Joelle bijvoorbeeld staat er 3 keer in, maar telt maar voor 1. En als je zo doorgaat, dan zie je ineens dat er mensen wegvallen en dat er ook niet meer aan ieder startbewijs een naam gekoppeld is. En dan begint het uitsmeren. Dien werd tijdens het OKT eerste op de 1000 meter en zit dus bij die eerste 9. Maar op de 500 meter werd ze 4e, wat eigenlijk niet genoeg was. Maar omdat ze toch al bij die 9 zit, mag ze straks in Peking toch die 500 meter rijden. Maar nu staat er nog steeds geen naam bij de massastart. En daar komen ze, de aanwijsplekken. Het is wel best wel lastig. Heel moeilijk verhaal. De bondscoach heeft van tevoren opgeschreven wie hij op de massastart het liefst als kopvrouw heeft. Dat is Eline. Maar als Eline zich niet via een andere afstand bij die eerste 9 heeft geplaatst, dan moet ze worden aangewezen. En dat mag, maar dat gaat dan wel weer ten koste van de nummer 9 van de matrix. En daarom moet een speciale commissie zo'n verzoek van de bondscoach ook altijd goedkeuren. De tweede plek op de massastart wordt waarschijnlijk ingevuld door iemand die al geplaatst is. En daarom staat die plek ook niet in de matrix. Hebben we nog 1 afstand te gaan?
de ploegenachtervolging, want daar moeten natuurlijk ook schaatsers op uitkomen. En daarom wordt er eerst weer gekeken naar die eerste 9 namen. Zitten daar 3 à 4 goede ploegenachtervolgingrijders bij, dan is er niks aan de hand en gaan zij het doen. Maar als dat niet zo is, dan heeft de bondscoach ook hiervoor weer 1 aanwijsplek. Maar ook dat gaat dan weer ten koste van 1 van die 9. En dan nog 1 laatste ding, want er is ook een aanwijsplek voor calamiteiten. Vooral als er een favoriet niet meedoet tijdens het OKT bijvoorbeeld. Komen we dus in totaal op 3 aanwijsplekken. En dat zorgt ervoor dat de nummers 7, 8 en 9 van de matrix na het toernooi nog steeds niet zeker zijn van een tripje naar Peking. Oké, die ga ik onthouden. Dat was hem. Tijd om met een oliebol in de hand het Olympisch kwalificatietoernooi te gaan kijken. Maakt het toch een stuk leuker als je het ook begrijpt. Veel plezier!